avond is Stefan weer. Ik heb de vorige keer, zei ik Vincent, maar daar ben ik mee door de war. Dat komt mede door vroeger, daar hoef ik niet verder over uit te wijden. Maar soms dan, denk ik daar even aan terug en dan noem ik iemand Vincent. Het is een paal. Die kreeg ik ooit van mijn mannetje. Nou, die zit altijd op mijn computer. En in de met de kerst in de kerstboom. Maar kijk, alles is weg, weg, weg. Ja. Een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer dinsdag, de 25e. Van de eerste 2022. Ik wens jullie een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel, waar ik even binnen wil. Ja, dat moet ook gebeuren. Die was even buiten, ik moet zo met ze lopen weer. Vanmiddag om 3:15 komt Stefan weer. Ik heb de vorige keer, zei ik Vincent, maar daar ben ik mee door de war. Dat komt mede door vroeger, daar hoef ik niet verder over uit te wijden. Maar soms dan, denk ik daar even aan terug en dan noem ik iemand Vincent. Maar in ieder geval, het is dus Stefan. Ja, nou, een hele lieve jongen, dat weten jullie al inmiddels. En ik zal Kandal zo ook eten geven. Dat ga ik eerst doen. Maar in ieder geval, ik denk, ik pak eerst jullie er weer even bij. Het gaat steeds beter en beter. Ik heb nog één pilletje van de prednison. Die is voor vandaag. Het wordt beter enkel. Ik heb nog wel hoestbuien, maar die kunnen ook heftig zijn. Maar de tussenposes, die worden langer. Normaal had ik heel vaak dat ik hoesten moest. En dat wordt nou rustig. Dus ja. In de hoop dat het ook nog overgaat. Ja, toch? Het zijn kleine hoesbuien. En dat bij sommigen, ja. Dan moet ik even boven een wc of een gootsteen hangen en anders spoelen. Maar ook dat komt helemaal goed. Ik heb dus gisteren slingers weggehaald, zoals jullie allemaal weten. Ik heb gisteravond de eettafel leeggehaald. Op een plastic zeil na, dan kan ik straks beginnen met de kerststokken leeg te halen. Ja, dus dat gaan we vandaag weer proberen te realiseren. Als er tenminste niemand bij me komt die onverwachts op de ziekte komt of weet ik veel wat. Want ja, dan schiet het ook niet op vanzelf. Ja, en de kerstman hangt er natuurlijk nog. Maar die gaat altijd als laatste. Ja, en het hechtje hangt er nog aan de lamp. Omdat ik nog steeds die slee aan het zoeken ben. Ja, kijk nergens vinden. Tot op heden. Maar er is nog één bak te gaan om die uit te zoeken. En hopelijk dat die daar dan in zit. En dat piekje van mijn andere boompje. Ja, dat heb ik ook nog niet gevonden. Ik snap er niks van. Waar dat gebleven is. Je pakt het in. Het volgende jaar heb je het weer nodig. En weg, weg, weg. Ik weet het niet. Het zal. Maar oké, we gaan ons best doen vandaag. En we nemen jullie daar gewoon een beetje mee. Ja. We gaan nou dus met de dames lopen. En ja, het is te koud om nou te filmen. Want gisteren viel het allemaal mee. Was het niet koud. Ik had geen handschoenen, niks aan. Maar vannacht, wow. Het was echt wel koud hoor. En toch is het zacht. Ja, en daarom hebben wij, de mensen, alle mensen die een longaandoening hebben, last met dit weer. Want iemand die op een open haard stookt, iemand die op een houtkachel of wat voor een kachel dan ook stookt, alles blijft hangen. En dan moeten wij inademen. Ze ademen dat zelf ook wel in, maar hun hebben geen longaandoening. Mensen lief, open haarden. Mogen van mij. Hoe gezellig het ook mag zijn. Om er lekker bij te zitten.
Maar ga dan naar de Noordpool, waar niemand longaandoeningen heeft of wat dan ook. Maar stook niet op een open haard. Stook daar niet op een houtkachel of wat dan ook. Want het is een funest voor ons. Gisteravond heb ik nog meer mensen horen hoesten. Ik denk, ik ben niet alleen. Dus alsjeblieft, dat mogen ze van mij verbieden. Ja, hoe gezellig het ook moet zijn. En dan een elektrische open haard. Kan het zo gezellig zijn, ja. Dat ruiken we niet. Maar ja, dat kost weer een hoop, hè. Ja, maar voor ons kost het onze gezondheid. Wat gaat voor? Onze gezondheid of jullie plezier? Nou, onze gezondheid. Plezier kan je ook op een andere manier beleven. Dus, voor ons longpatiënten, denk aan ons. Ja, de gezonde mensen die mogen eens een keer aan de longpatiënten denken. Dat is geen pretje hoor. Nee. Maar oké. Gedane zaken nemen even geen keer, maar denk er even om. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Doe het met een lach. Probeer ik ook weer te doen, ondanks dat ik nog wat hoest. Ik ga mijn meisjes uitlaten en ik zeg tot later. Ja, lieve vrienden, het is alweer reeds 5:07. En zoals jullie zien, die takken zijn weg, want er hangt nog een snoertje. Nou ja, dat moet even nog ergens anders naartoe. Dat is weer wat van anders, van de stopcontacten die erboven hangen. Dus dat werk ik nog weg en er komt nog even wat anders te hangen. Die takken zijn ook inmiddels weg. Zoals jullie zien. En dan hangt nou dat lijstje met het blad wat ik van Karen en Roderick heb gehad. En ik ben druk bezig om de ballen weer op te ruimen. Dus ja, gewoon opruimen heen. Ik vind dit zo een rot timmerbal. Ik vind het een waardeloze ding. Moet toch eens sparen voor een betere. Die steviger is dan deze. Want ik vind het maar waardeloos. Ja, miskoop van het jaar geweest. Maar ja, wat doe je eraan? Twee keer niks. Nee, je wilt wat en je koopt wat en dan lijkt het toch niet zo professioneel te zijn dan ze laten blijken op een YouTube filmpje over deze. Nou, ik vind hem niet fijn. Hij is, dat hij licht is, is prettig voor mij. Hij is lekker licht. Maar die pootjes zijn zo slap als de neten. Vallen iedere keer dicht als je hem omhoog houdt. Nee, dat moet niet. Doe dan van staal of wat dan ook. En of dat die vering niet zo slap is waar het mee gaat, die mechanisme daar van binnen. Want ik vind het niks. Ten tweede, de afstandsbediening om een foto te maken zit nu aan de achterkant, omdat ze de poten ook gewoon verkeerd hebben gezet. Want de poot die van voren stond, die behoort achter. En voor hoort dan in principe niks. Want je kan hem niet kantelen. Het is een rot ding, vind ik. Desnoods maken ze de vier poten eraan, weet je? En dan valt hij helemaal niet. Maar ik vind dit niks waard. Nee. Het is een rotting, vind ik. Maar wie ben ik? Het is merendeels plastic dan wat anders. Ja, dat uitschuifmechanisme, dat is allemaal het is aluminium, weet ik van wat het is. Maar het is in ieder geval een heel erg licht dingetje. Dat is wel ideaal voor mensen met reuma-aandoeningen of wat dan ook. Maar hij is te slap. En als je iets maakt wat licht is, kan het ook stevig zijn. En dat is het totaal niet. Je moet uitkijken dat hij niet omvalt met je camera erin. En dan ben je verder van huis, want dan is je camera kapot. Of je mobiel, of waar je ook mee mag filmen of foto's maken. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik wou jullie dus laten zien dat ik alweer een heel eind op ben geschoten en dat ik nou aan het opruimen ben. Dus dan gaan we even mee verder, voordat het weer de tijd is om de dames uit te laten. En dat gaat zo snel voorbij, dat wil je niet weten. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. Ja, lieve vrienden, dat ben ik weer. Voor de derde keer van vandaag. Wow, doe ik dat.
Ik zou het niet weten. Mijn pauw die zit scheef. Ja, dat is mijn enige vogel die ik uit de boom haal, want die zit dan altijd in de kerstboom. Maar dan gaat hij weer op dat oranje ding terug op mijn computer. En dat is hem. Ik weet niet of jullie hem zo zien. Zijn staartje. Het is een pauw. Die kreeg ik ooit van mijn mannetje. Nou, die zit altijd op mijn computer. En in de met de kerst in de kerstboom. Maar kijk, alles is weg, weg, weg. Ja, ik had dat verlichting eigenlijk wel branden, vind ik wel zo leuk. Zoveel brandt er nou niet. Nee, ja, daar heb ik ook kerstverlichting branden. Ja, ik moet daar nog eigenlijk een snoertje voor hebben die wat korter is dan deze. Want dit is geloof ik eentje met 100 lichtjes. Nou, dat vind ik een beetje te veel voor het goede. Ja, mag er ook wel de helft minder bewijzen van. Maar in ieder geval, ik heb niet anders. Nee, wat moet jij... Ja, ik weet het. We moeten lopen, hè. Ja, we moeten lopen, lieve vrienden. Ja, de keuken is natuurlijk hier en daar nog een beetje een bende. Er staat een afwas, maar niet genoeg voor de vaatwasser. En ik moet daar nog even opruimen. Nou ja, dit zijn twee bonken van de hondjes. En, nou ja, ik wou wat anders. Dat gaat ook opgeruimd worden. Nou ja, morgen weer een dag. Ik heb buiten ook nog die takken. Nou ja, komt wel, weet je. Het is hier verder netjes. Ja, het gouden blad van Karen en Roderick heb ik daar nog hangen. Dat wil ik nog weg hebben. Ik wil het anders hebben. Ja, het wordt een beetje anders. Dat vind ik, ja. Dat hoort, dat zit in een of andere mooie bloempot. Maar die bloempot die gaat verloren door dat spul allemaal. Maar we zien nog wel hoe we het gaan regelen en doen. Die boeket wordt schoongemaakt door een vriendin. De lint wordt schoongemaakt door die vriendin. Die wordt keurig opgerold en opgeruimd. En die boeket wordt ook in een of andere donkere zak gedaan, dat het niet verkleurt. En dat gaat voorlopig naar zolder of op mijn slaapkamer, ik weet het nog niet. Maar dat zien we dan wel. Ik wil het een beetje, ja, opgeruimd hebben. Moet kunnen. Ja, een heleboel dingetjes. Mijn mannetje blijft natuurlijk uiteraard hangen, want er staat mijn hondje ook bij op. En er blijven wel meerdere dingetjes hangen, maar die kaarten verder gaan eraf. Het is bijna 5 jaar geleden, andere maand, vandaag over een maand, precies vandaag over een maand, de 25e februari, dan is die 5 jaar weg. Nou ja, dan wordt het tijd dat ik het wat op ga ruimen, vind ik. Maar ja, wie ben ik? Ik wil het ook voor mezelf, ook meer rust en ook voor hem. Ja, ik weet, hij is bij me. De urns blijven staan, punt. Ja, de urns blijven gewoon staan, maar... De muur wat rustiger. Ik heb daar van alles en nog wat hangen van mijn dierbaren. Mijn mannetje hangt daar op zijn eigen plekje. Die blijft daar gewoon. En hij staat daar. En hij staat nog eens een keer met zijn moedertje op de televisie. Nou, moet allemaal kunnen. Ja. Zo zit hij ook in mijn hart. En daar staan ze ook nog eens een keer. Bij de urentjes. Enkel, ja, eigenlijk moet dat gebloemde potje aan de andere kant en die kant, ja. Dus die ga ik verhuizen daar naartoe en die ga ik verhuizen daar naartoe. Dan staat het goed. Ziet nou, pas op me nou, pas op. Nou ja, maakt niet uit, komt goed. Ik ga eerst de meisjes even uitlaten, want Rijka komt al bij me. He? Ja, nou kind. Ja, meisje, oei, ja, 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 liefie. Hé, zo skaten. Je ziet ook zo skaten. Ja, maar er is nog zo'n skate die daar op de bank ligt. Hé, en het is al alle 7. Ja, althans op de klok. Het is 1 minuut over 30. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond. Doe wat je doen moet, doe wat je doen wilt. Geniet van alles met elkaar. En voor later, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En gezond uit je bed zien te komen. Graag tot aan de andere kant van de nacht.